Op 17 november in Hartje Amsterdam organiseert Hewitt Packard Enterprise het War Child Charity Diner. En dat gebeurt in Somehow Places, een 2-sterren Michelin restaurant waar ook de virtual reality bioscoop is gevestigd. Waarom doet HPE dit? Het nieuwe Hewitt Packard Enterprise ondersteunt jaarlijks goede doelen. En dit jaar is dat War Child. En dat doen we door middel van verschillende activiteiten. En één daarvan is het charity diner voor War Child, wat we opzetten met onze belangrijkste klanten en partners. En dat doen we op een fantastische locatie hier bij Somehow Places, met de eerste virtual reality bioscoop geopend ter wereld. Met een aantal fantastische sprekers, zoals Vincent Ewits en Ben van den Burg. Wat ga ik vertellen tijdens het World Child Charity Diner? Boeken! Ik ga alles over boeken vertellen. Nee hoor, jullie zagen hem al. Ik ga het hebben over virtual reality. Wat kan je allemaal met virtual reality? Natuurlijk mooie filmpjes kijken. Je kan op de K2 staan. Je kan dineren met je vrouw op een dakterras in New York. Maar ik ga het ook hebben over voetbal. Wij doen bijvoorbeeld voetbalanalyses, trainingen met de virtual reality bril. En nog veel meer wat je hiermee allemaal kunt doen. En Somehow Places is niet zomaar een 2-sterren Michelin restaurant, Anouk? Nee, onze chef Moshik komt uit Israël. Is volledig autodidact, 0,0 chefsopleiding gehad. En daardoor maakt hij zijn gerechten niet vanuit klassieke denkwijze, klassieke technieken. Maar kijkt echt naar smaken, hoe die op elkaar gebouwd kunnen worden. We hebben elke 3 maanden een nieuw seizoen. Echt volledig gebouwd op het seizoen. Kijkend naar welke producten op dat moment in Nederland het beste te krijgen zijn. En daaromheen bouwen we de gerechten, zodat die het beste uitkomen. Het ruikt hier ongelooflijk lekker. Op 17 november krijgen de gasten hier werkelijk een culinaire rondreis. En helemaal gewoon in het seizoen en op de plek Nederland. Het wordt verrukkelijk. En op 17 november wordt een speciaal programma georganiseerd, inclusief een filmpje van The War Child. Waar deze virtual reality bioscoop, de eerste in de wereld, is natuurlijk ongelooflijk inspirerend. Net zoals War Child, die gewoon het juiste ding doet op de juiste plek, zo noodzakelijk. Hi, ik ben Nina van War Child. Welkom op het War Child kantoor. Te gek dat je de uitnodiging hebt gekregen. Ja, ik zou het gewoon doen. Want naast het feit dat je naar Somehow Places gaat, lekker gaat eten, mooi inhoudelijk programma hebt, leuke mensen gaat ontmoeten, heb je ook een moment om even lekker te ontspannen en te genieten van de avond. En door te komen, doneer je en help je kinderen en help je kinderen om ook even te kunnen ontspannen en weer kind te zijn. Dus kom gewoon, meld je aan. Ik zal hier een verhaal houden als een van de sprekers over de digitale inspiraties die mij zeg maar bezighouden. En dat varieert van wat er op mijn Steve Jobs school gebeurt, om met kinderen op de juiste manier op de juiste plek te laten leren, tot ook gewoon alles wat in mobiliteit gebeurt. Hoe de hele wereld elektrisch wordt, zelfrijdende auto's en alles wat daartussen zit. Want dat gaat ook uw bedrijf gewoon zwaar beïnvloeden. En daar gaan we over praten op 17 november. U gaat zelf kennis maken met virtual reality. Zelf in die stoel zitten en een speciaal programma wordt daarvoor gemaakt. Dus kom gewoon kijken.